De nieuwe ministers onder de regering Santokki Brunswijk zijn gisteren officieel begonnen met hun werkzaamheden. Op alle ministeries zijn gisteren protocolair de overdrachten gedaan door de scheidende ministers van het kabinet Bouterse-Adien. In zijn afscheidsspeech bedankte ex-minister Gilmer Hoefdraad van Financiën het personeel voor de ondersteuning die hij de afgelopen jaren heeft gekregen als minister. Voor de nieuwe minister Armand Gijbersing is het belangrijk om Suriname uit de financiële crisis te halen. Op het ministerie van Justitie en Politie heeft minister Kenneth Amoksi overgenomen van Stuart Getrouw. Ook hier vond de overdracht in een vreedzame sfeer plaats. Amoksi is geen onbekende binnen Justitie en Politie. Hij zal op korte termijn starten met een kennismakingsbezoek op de verschillende afdelingen. Op het ministerie van Arbeid en Jeugdzaken heeft Reshma Kuldeep Singh overgenomen van Suwarto Mustaja. Het beleid van de bewindsvrouw zal neerkomen op het ondernemen van actie in het stimuleren van werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. Dit zal moeten resulteren in arbeidsplaatsen voor met name jongeren.